De ploeg van leider Wilco Kelderman. Lotto NL Jumbo controleert de koers op kop van het peloton in deze mini-Luik-Bastenaken-Luik. De voorsprong van de vijf vroege vluchters moet binnen de perken blijven. Jan Polansch, Nikias Arendt, Matthias Brendle, Sebastian Turgo en Jérôme Bonny. Het vijftal met zo'n 4 minuten voor dus op het peloton. De voorsprong nu heel snel terug gaat lopen. 64 kilometer tot onder de 3 minuten. Onder aanvoering van het werk van de heren van Astana. Van Avermaat. Ze heeft er zin in. Voelt ze goed? Tuurlijk voelt ze zich goed. Ze is een grote doen op dit moment. Bakelands. Benoot. Kelderman wordt echt uitgedaagd hier, hè? Ja, laat hem niet meer rust. Hij gaat vrij makkelijk mee, zo te zien. Ja. En daar zijn ze al. Bij Bonny onder andere. Het is een vervelend muurtje dit, hoor. Want ze zijn hier bijna boven. Het is nog heel eventjes. Brendle, Arendt en deze Bonny. Michael Rogers en Simon Geschke zijn de nieuwe leiders. En in de achtervolgende groepen moet leider Wilco Kelderman regelmatig een gaatje zelf dichtrijden. Hij heeft geen ploegmaats meer bij zich. Nu helemaal niemand meer. Hij heeft veel werk moeten verrichten. En ook Slachter draait zich om en ziet dat Kelderman het even moeilijk heeft. Ja. Op de grote molen nu naar beneden. Een risicootje nemen. De koplopers worden ondertussen ingehaald door de eindwinnaar van vorig jaar, Tim Wellens. Het is bijna een kopie zoals Wellens het vorig jaar deed. En vergeet niet, dat kan die. Ja, dan komt die gouden kilometer voor hem in zicht. 9 seconden te pakken dadelijk. Bovenaan deze muur, hij weet het. Ja, het gaat te hard voor Geschke. Wellens is op jacht naar het succesvol verdedigen van zijn titel. En zelfs Benoot laat nu Kelderman staan, dat is een teken in de wand. Dan heeft hij wat over en dan weet hij dat Kelderman dat niet heeft. De voorlaatste klim van de dag, 8% hellingspercentage. Vanavond maar moet ook inleveren ten koste van Wellens. Wellens is hier echt met een serieuze koep bezig. Dan gaat hij dan zichzelf opvolgen. Tim Wellens, niet gestolen, gewonnen. Ik ben de man, 5 uur 28 en 46 seconden. Greg van Avermaat wordt tweede op 49 seconden. Simon Geschke eindigt als derde. Op de 10e plaats komt de leider binnen, Wilco Kelderman, op 1 minuut 17. Hij is zijn leiderstrui dus kwijt. En de nieuwe drager is de winnaar van vandaag, Tim Wellens. Hij heeft een ruime voorsprong op de rest van het deelnemersveld en mag de trui verdedigen in de etappe naar Gerardsbergen.